nou net onderweg naar Turkije. Ik weet nog steeds niet van je verrassing. En wij lekker wel. Dat wij over 10 dagen bij jou op het strandje zijn. Maar dat weet je lekker nog steeds niet. Maar ik niet. Wat? Nee, ik ben jij niet op het strandje. Niet. Jij zegt wij. Maar wij is natuurlijk Mango en ik, hè. Dat snap je natuurlijk wel. Dus ik ga straks lekker mijn koffietje inpakken. Want ik kon niet wachten tot jij opgerot was. Ja, ja. Maar goed. Je bent nu onderweg. Kijk, daar staat je trein. Ergens. Daar. Daar. Oh ja, daar. Ja. En rest volgt. Hoi lieverd. Het is vandaag mijn verjaardag. En ik ben de puntjes op een i aan het zetten. Ik ben mijn kleren aan het klaarzetten. Ik heb net lekker gedoucht. En dan is er nog een nachtje slapen en dan ben ik morgen in Turkije. En vrijdag bij jou. Zo. Nou, zoals je kan zien, mijn koffer zit behoorlijk vol voordat ik maar eigenlijk 4 dagen of 5 dagen weg ga. Maar vandaag is het 9 juni en we komen eraan. Oh, ik heb er echt zin in. Ik ben echt zo benieuwd hoe je kijkt. Dat zal wat worden. Gaan we filmpje maken voor haar. Ja. Zeker belangrijk. Kijk wat ik mee heb. Ja, wat ik mee heb. En kijk wat zij mee heeft. Aardig zie je dat nog. Ja, even een beetje verder mee. Ah, bijna. Zo ja, zeker. Hier dan? Jij natuurlijk ook. Wil je nog wat zeggen tegen de China? Dat we zo Starbucks nemen. Heerlijk. En excuses aanbieden? Ja, sorry lieverd dat we echt zoveel gelogen hebben tegen je. Maar we maken ook, het goed. Ik ook, hè? Zo. Oh. Ik werk altijd heel dom op het gewoon. Het filmpjes. Maak geen foto's. Nou, dat is maar goed ook. Het is wel een beetje donker, kijk. Als je nou zo ook even jezelf wil betalen. Scherm eruit. Ja, kijk. Dat was lachen. Oh jongens, daar gaan we. Nou, China, kijk. Daar lig jij te slapen. En wij zijn hier. En Mango ook. En je weet lekker nog steeds niks. Hé? Is jouw tas? Ja. Even kijken, ja. Nou, we zijn nu onderweg naar... Dus dit was waarschijnlijk te slapen. Nee, was wel wat. Dat meen je niet. Ja, maar ik heb mijn oma. Wat zeg ik, oma? Ik moet gewoon de deur van het stoppen halen en dan kunnen we zo naar binnen. Ja. Nou, gaan we. Je zou wel tegen de portier zeggen dat wij gaan komen.
vind het ook stom. Mangel heeft me een sms gestuurd toen hij thuis kwam. Nou, dat vind ik toch ook wel. Ik stuur altijd een sms. Dus ik zeg, ga even met bakken. Maar dan haal ik even brood. Ja, en dan lopen wij gewoon naar binnen. Ja, ja. Jullie is vast mee. Ja, dan kan ik er toch niet bespringen. Oh, nee, nee, nee. Nee, dat moet je erop nemen. Ja, moet even... Oh nee, van mango wel. Ja, de tweede. Hier. Oh, nee. Ja. Is de deur wel open? Puppy! Hi, puppy! Er zit ook niemand, of wel? Dus vast thee halen. Ja, kom. Yes.
filmpje maken. Kijk, hallo, erbij. Ik ben een paparazzi hoor. Je zit net door. Ja, echt. Paparazzi's. Gaan we tegelijkertijd op Facebook gooien. Waar laat je tongpiercing zien? Weet je niet. Nee, daarom. Zeldzaamheid. Ik ben niet normaal. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit étude dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Wilt u nog wat? Hoe heeft u deze avond ervaren? Deze vakantie? Zeer verstandig. Heeft u nog aanmerkingen? Voor jouw sfeerwaard? Zoals Peter zegt. Oma. Soms oma een beetje een oude zeurzaak, maar over het algemeen was het best te doen. De man moet hem liever. Ik vond de laatste twee dagen top met dat goed eten. Met dat goed eten? En dat gewoon niet. De liefde van een man gaat door zijn maag. Ja. Oh, je mag mij ook opeten hoor. Heb jij nog wat te zeggen? Nee, het was mijn shit. Nou, aangenaam. Oh ja, ik wil nog wel wat zeggen. Oh, Marno wil nog wat zeggen. 3000 verderop en nog 3000 kilometer ver en nog westen met Tatjana. Treut. Oh, sorry, man. Ja, liefde kent geen grenzen, dat blijkt wel weer. Apenliefde is dat. Ja, heeft ze op Facebook ook gezegd. Dat wij apenliefde hebben. Ja, nee, oma die zei dat toen. Ze zegt, quote van mijn oma, dat is echte apenliefde. Dat staat op Facebook. Als die flooi heeft, pluk ik hem. Ja, je was toch ook aan het plukken? Ja. Dat was ze plukte wel. Ze was echt zo bezig dus. En toen je lacht... Nee, ze plukken aan het vlooien. Aan het vlooien. Dan komt met een vele haar wat hij heeft, dan blijft nog wel eens wat hangen. Ja, dan zit ze daar zo in de cd op. Je weet natuurlijk wel dat dit gewoon in de film komt, hè? Oh, nou, dan buik je nou. Hou die neus ook even in dan. Niet doen. 3000 kilometer verder en ik ben er nog. Nou, mooi af. Vandaar. Nou, hier een mango roept een hondje, dus dan moet ik even kijken. Ik zie hem niet. Hier op het balkon. Het balkon? Hé, dat is die hond van, die loopt daar altijd. Oh, is dat hem? Dat is de hond van haar dochter. Oké. Okay. Zo. Maar goed, we hebben dus nu een vet mooi pensionachtig dingetje. Kijk, de bedden. De bedden en een televisie. Heel mooi dingetje. En dan nu... Onze koelkast. Nou, dat wil ik eigenlijk niet laten zien. De douche. Ja, zo'n luxe douche heb je hier werkelijk nergens. Oh, luxe airco. Een luxe airco, zegt Mango. Maar dat zal ik dan maar op zijn woord aannemen. Zo, nou, wij gaan lekker nog naar het strand. Aangezien we toch voorlopig nog niet vliegen. Nou ken ik Tatjana al 8 maanden. Ik heb haar nog nooit zo happy gezien als dat ze met die Mrs. Potato Head is. Gezien als ik Michael op ga halen. Ja, maar dat begrijp ik nog. Dat is je hond. Dit is maar een... Wat is het? Speelgoed. Nou, ik wou net zilver zeggen. Maar kijk. Oh, bellen. Hoe moet je die nou alvast maken? Geen idee. Ja, je ziet ook niemand staan. Ze is gewoon heel gefocust met Mrs. Potato Head. Net als toen, wanneer we de Nintendo 64 kregen, kochten. Kijk, mango-neus. Ik wist dat je het zou zeggen. Nou, valt nou wel mee, toch? Even kijken. Mijn zaai aanblik. Mango.
Hij begint er steeds meer op te lijken. Wacht even. Zij aanblik van potato, zij aanblik van mij. Nee. Het is vergelijkend. Kijk hoe happy ze is, joh. Vergeet je niet adem te halen, meid. Nou. Begint het? Oh, wacht. Ik wou net zeggen, dat is wel heel lelijk. En bedankt. Nou, jij mag... Schoon zus moet je zeggen. Wilt u deze reis nog beëindigen, meneer? Heerlijk, kort, maar was het wel waard. Superleuk. Kijk, een cadeautje. Je volgende cadeautje is nog steeds een vracht. Nou, na een heleboel stress en Magnus kop kwijt zijn, we hebben toch een hele fijne mini vakantie gehad. Ik ben nu alweer thuis en ik heb hier een cadeautje. Tadaa! Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dat je het even weet. Nou verwacht ik ook een goed kerstcadeautje eigenlijk. Goed kerstcadeau. Ik weet wel wat leuks. Ja, niet over beneden naar een Alaska vliegen of zo. Nou zo, Tashina die heeft mango, dan vinden we voor jou een ananas. We hebben hier een heel exotische familie. En Dominique is de kleinste, die neemt dan een kiwi en nee, dan is die klaar. Nee, die neemt dan een druif.